Journalist, auteur, vlogger met Tracy.tv. Hoe zeg je dat? Tracy TV. Tracy TV, ja. En host van je eigen live talkshow Stadsleven. Jij neemt ons vandaag mee naar het Stedelijk Museum in Den Bosch. Want daar is een mooie tentoonstelling over design. California. Designing Freedom. Mooi. Ja. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, hè? Design, ja, zeker. En California. Wie Californië zegt, zegt natuurlijk Hollywood in het zuiden. Op de tentoonstelling zijn bijvoorbeeld prachtige tekeningen van de decors van Blade Runner, dystopische stadsbeelden. Als het goed is, zijn ze nu ook op de site van Radio 1 te zien. En Silicon Valley in het noorden. Net onder San Francisco. Dus tussen die twee polen in gebeurt er ontzettend veel op dit gebied. En het is echt ongelooflijk, daarom is het ook zo'n leuke tentoonstelling, om te zien hoe het design dat daar vandaan komt ons leven helemaal onderdeel van ons leven is geworden. Alleen al de iPhone, hè? Ja. Het is het eerste wat je aanraakt als je wakker wordt en het laatste wat je aanraakt als je gaat slapen. Het is echt deel van ons lichaam geworden. Ja. Nou, laatste. Oké, ja. Meer voorbeelden. Het is ook toegang tot allerlei diensten, de apps en de sites en je vrienden. Dus Californië is overal. Ja. En Californië is natuurlijk ook het oord van de oude hippies. Absoluut. Is daar een verband? Ja, daar gaat de tentoonstelling over dat verband. Ze laten zien hoe de hippiecultuur, de counterculture uit de jaren 60... De voedingsbron is waaruit die hele techcultuur is ontstaan. De hippies en de flower power en de summer of love. Er zitten geweldige psychedelische affiches uit die tijd ook op de tentoonstelling. Maar van hippies tot hackers is het verhaal. Hè? En de counterculture van toen is de techcultuur van nu geworden. En je ziet hoe het ene uit het andere is voortgekomen. Uit die rebelsheid, die vrijgevochten cultuur, die doe-het-zelf-geest van toen. Met een heel belangrijk verschil. In de jaren 60 werden heel veel mensen opgeroepen om de stad uit te gaan. Ja. Om naar het platteland te gaan, commune beginnen, je eigen eten telen. En nu is het natuurlijk een super stedelijke cultuur. Met name in de omgeving van San Francisco. Ja. Ja. Dus terug naar de stad. Het is dus al die oude hippies, dat zijn gewoon eigenlijk commerciële ondernemers geworden. Dat is wel opmerkelijk. Ja, ja. Maar het is dezelfde geest van rebelsheid. Want toen gingen ze naar een commune. Ja. En in de jaren 70, 80 gingen ze allemaal naar de garage naast het huis. En daar gingen ze ook weer nieuwe dingen in elkaar knutselen. En in plaats van de cultuur van de lange haren. En het, eigenlijk was dat toen al de cultuur van de disruptie, Carl-Johan. Ja, precies. Daar hebben we nu de mond over vol. Alleen het maar is de disruptie andere kant van toen was lange haren en drugs en vrije seks en die opzwepende muziek. En nu is dat gechanneld op de media, de film en de tech uit het noorden van het land. Ja, heel veel innovaties die we op de tentoonstelling zien gaan over bewegingsvrijheid. Ja. Dat sluit natuurlijk nou aan bij die hippie cultuur, zou je kunnen zeggen. Hoe zit dat? Ja, dat is wel dat is echt het symbool van de jacht op de individuele vrijheid. En ze hebben twee voorwerpen gekozen die dat heel goed laten zien. Boven op de tentoonstelling is een replica van de motor van Peter Fonda uit de film Easy Rider in 1969. Ontzettend oncomfortabel, helemaal met je armen omhoog. Maar zo'n chopper. Op zo'n de chopper, precies. Ja. Maar twee wielen en een groot stuk snelweg, dat was de droom van vrijheid. Toen. En nu, beneden in de hal, staat de Waymo, de zelfrijdende auto van Google. En nu is de vrijheid dat je niet zelf hoeft te rijden. Dat je dat kunt overlaten aan het algoritme. Helaas is net vandaag of gisteren een dode gevallen in het verkeer door een zelfrijdende auto van Uber. Dus dit is natuurlijk wel echt weer een tegenslag voor de zelfrijdende auto. Maar dit zijn de nieuwe tegenpolen. Juist niet hoeven rijden is nu de nieuwe droom van vrijheid. En wat zien we allemaal nog meer op die tentoonstelling? Oh, we zien bijvoorbeeld oude computerspellen. Pong. Oh, we zien Warcraft zien we ook. We zien ook een heel mooie kleine vitrine met een hele reeks prototypes van de iPhone in wording. We zien de beginbeelden van GPS. Je ziet, het is een soort kijkje in de keuken. Je ziet het ontstaan van heel veel dingen die nu enorme invloed hebben op ons leven. En beneden in het auditorium is een geweldige film te zien van Environmental Communications over Los Angeles, waar ik zelf ben opgegroeid. Waar je dat hele netwerk van snelweg en reclame en gebronste lijven, die hele lifestyle waar de naam Californië alleen al voor symbool staat. Ja, ja. En de Beach Boys, denk ik toch en ook die aan. Was zeker. Ja, toch? Precies. Ja. Ja. Precies. Is dit dus ook een leuke voorstelling als je geen, zoals ik, techneut bent? Absoluut. Ja? Ja.
Want? Het gaat over technologie die nu helemaal gewoon is geworden ondertussen. En natuurlijk zijn er nieuwe generaties, de virtual reality, de augmented reality, artificial intelligence. Ja. Dat komt er allemaal nog aan. Dat is voor de techneuten. Maar hier zijn heel veel voorwerpen, films, verhalen worden er verteld, waardoor je iets beter begrijpt van waar die techcultuur waar we nu allemaal in leven, ja, waar dat vandaan komt en hoe dat is ontstaan. Ik zit even te rekenen terwijl je dit vertelt. Jij bent in 1980 naar Nederland gekomen. Ja, 1980, ja. Hoe oud was je toen? Want ik wil even weten of jij ook een hippie-achtergrond hebt. Ik heb een kleine hippie-achtergrond. Als, een hipje? Ja. Wat dan? Vertel. Als jonge tiener, ik leefde in Los Angeles en dat was helemaal in de tijd van de flower power en Janis Joplin en de drugs en de lange haren. Iedereen had ook ruzie thuis, hè? Tijd van het generatieconflict. Maar dat is een mondiaal probleem, de omslag van voor die generatie. Nu heeft niemand meer de ruzie thuis. Dat is gewoon helemaal voorbij. Nou, ik ken pubers waar het hard aan toe gaat. Ze blijven allemaal heel erg lang thuis wonen tegenwoordig. Maar de omslag naar de techcultuur, toen inmiddels zat ik al aan de andere kant van precies de oceaan. Ja. En was je in de krakersregel in Amsterdam beland? Precies, als jonge verslaggever. Oké, dankjewel. De tentoonstelling California Designing Freedom in het Stedelijk Museum in Den Bosch loopt nog tot en met 17 juni. Een nieuwsupdate via de NOS. De gemeente Zaanstad.